Hoe vervelend is deze nederlaag? Ja, ik baal van iedere wedstrijd die je verliest. Dus zeker ook van deze. Wel of niet, play-offs, dat had niet uitgemaakt. Maar je was in ieder geval een plaats hoger geëindigd. Dat staat beter. En je gaat ook met een ander gevoel die play-offs in. We hadden hier heel graag willen winnen. Wat niet meer in eigen hand. Na afloop hoor je dat PSV ook wint. Dus hadden we sowieso geen Europees voetbal in één keer veilig kunnen stellen. Maar ja, we hadden met deze wedstrijd en met goed gevoel naar de play-offs kunnen gaan. En ja, nu verlies je. Dus ik denk dat we heel snel de knop om moeten zetten. En we beginnen nu weer gewoon op nul. Ook hebben we een tijd niet gewonnen. We weten dat we goed kunnen voetballen. En dat hebben we ook vandaag weer met vlagen laten zien. Alleen ja, we scoren moeilijker. We houden de ploegen, de tegenstanders, minder goed onder druk. Waardoor zij ook gevaarlijk kunnen worden. En ik denk dat dat verbeterpunten zijn. En waar ging het in jouw ogen mis vandaag? Nou, ik vind eigenlijk dat we vanaf het begin geen goede wedstrijd gespeeld hebben. Daar waar je aan het begin van de wedstrijd wel de controle had en waar er verder niks aan de hand was, vond ik dat je in een veel te laag tempo speelde. Want de mogelijkheden om gevaarlijk te worden, die waren er volop. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Dus ik vond vooral in balbezit dat we het niet goed deden. Later werd het ook verdedigend slecht. Op het moment dat de tegendoelpunt komt, zie je dan bij de jongens een bepaalde teleurstelling optreden, waardoor ze misschien nog minder gaan spelen? Ja, nee, dat is heel duidelijk. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Als je al zoveel wedstrijden niet gewonnen hebt, dan is het vertrouwen niet zo groot dan wanneer je de een na de andere wedstrijd wint. Dat hebben we natuurlijk voor de winterstop gezien, waar je met dezelfde jongens, dezelfde spelers, waar het vertrouwen groot is. Dat is natuurlijk als je resultaten niet haalt, is dat vertrouwen minder. Dat is op zich wel logisch, maar het moet niet. Nu moet je uit naar Groningen eerst. Ja, wat vind je van die tegenstander? Ja, Groningen is sowieso een lastige tegenstander. Het publiek gaat er altijd achter. Ze hebben goede strijd in de ploeg, spelen vooral op de counter, dus daar zullen we beducht op moeten zijn. En, ja, we moeten gewoon geconcentreerd spelen en ja, geen onnodig balverlies hebben waardoor we hun in de kaart spelen. Want dat was vandaag ook een aantal keren zo, hoewel je toch grote delen van de wedstrijd ook de controle hebt en denkt van de goal gaat wel komen. Alleen dan geef één, twee keer de bal makkelijk weg en dan krijg je dan ook het publiek erachter en dan, dat moeten we zien te voorkomen.